In deze video ga ik een foto slideshow maken met foto's zowel in landscape als in portrait. Ik ga een witte achtergrond maken en op de foto's ga ik een schaduw plaatsen. U heeft DaVinci Resolve gedownload. Hier is het openingsscherm. Ik klik hier op Entitled Project. Dubbelklik. En ik ga nu eerst een aantal foto's invoegen. Klik hier op File. Klik op Import, klik op Media. Ik sta hier in mijn map met een aantal foto's. Ik ga er een aantal selecteren. Rechtstaand, liggend, liggend, liggend. Nog eens rechtstaand. Hier nog met dieren. En ik klik op Open. De foto's zijn nu geïmporteerd, maar let wel op, onderaan sta ik op de tweede pagina. En om foto's te kunnen bewerken, moet ik op Edit staan. Ik klik hier op Edit. Foto's staan nu hier. Ik ga deze allemaal selecteren. Ik klik op de eerste en klik dan op Ctrl-A. En alle foto's zijn geselecteerd. Ik neem nu de eerste foto vast en ik trek met de muis, linkermuis, trek ik de foto's naar de videotijdlijn. Omdat ik een achtergrond moet toevoegen, moet ik hier alle foto's opnieuw selecteren door op Ctrl-A te klikken en deze een klein beetje naar boven te duwen, zodanig dat ze hier op videolijn 2 verschijnen. Het eerste wat ik nu ga doen, is de foto's een klein beetje inzoomen, zodanig dat de achtergrond langs alle kanten wordt weergegeven. Je hebt daarvoor alle foto's geselecteerd. Ik ga hier bovenaan naar Transform. Klik hier op de zoom. Naar links is verkleinen, naar rechts is vergroten. Ik moet hem verkleinen. Ik verklein hem een beetje. En nu zijn alle foto's verkleind, waardoor er zwarte randen staan rond de verschillende foto's. Ik ga nu een achtergrond aanbrengen. Hoe doe ik dit? Ik ga hier naar Generators. Klik hier op Solid Color. Solid Color. Sleep dit naar hier. En ik krijg dit nu uit, zodanig dat het alle foto's bedekt. Als ik hier nu overga, zal u zien dat er nog niets gebeurd is. Ik moet hier de solid color nog aanpassen. Ik klik erop en hier bovenaan ziet u verschijnen Generator en hier Settings. Ik klik op Generator, ik klik op Color en ik kies hier een kleur uit. Ik kies wit, ik kies OK. En u ziet dat er nu een achtergrond gemaakt is op alle foto's. Als ik hierover ga, ziet u de achtergrond op alle foto's. Ik moet nu nog een schaduw toepassen. Hoe doe ik dat? Ik selecteer één foto. Ik ga hier naar Open Effects. Klik hier in de zoekbalk Drop. En u ziet hier verschijnen Drop Shadow. Ik neem dit hier vast met de linkermuisknop en zet dit op de eerste foto. En u ziet onmiddellijk dat er hier een schaduw wordt aangemaakt. U ziet ook dat er een mogelijkheid bestaat om de schaduw nog te verscherpen. Bijvoorbeeld hier bovenaan. Ziet u een verscherping? Hier een vermindering. Hier kan u de hoek veranderen. Links of rechts, onder of boven. De afstand. En hier kan u nog verder blurren. U kan ook nog de kleur veranderen. Klik bijvoorbeeld op blauw. Oké. Blijkbaar is dit hier niet veranderd. Klik hier op oké, sorry. Oké. En nu ziet u een blauwe schaduw. Ik zet dit even wel terug op zwart, omdat dit absoluut niet mooi is. Klik hier terug op zwart, klik op OK. Als ik nu, dus de schaduw is toegebracht op deze ene foto, als ik over de andere foto's ga, dan ziet u dat de schaduw daar niet is toegepast. Hoe doe ik dit? Ik klik hier op Ctrl-C, zodanig dat het geselecteerd is. En ook Ctrl-C om een kopie te maken, Ctrl-C. Ik selecteer dan de andere foto's. En nu klik ik op Alt. En V. En je ziet hier verschijnen dat de schaduw van de eerste foto zal toegepast worden op de 6 foto's,
Als u dat hierop klikt, dan ziet u de verschillende foto's. Klik hier op plugins. Klik hier op apply. En als ik nu over de andere foto's ga, dan ziet u dat de schaduw ook toegepast is over de andere foto's. Opgelet. Hier zal u niet meer veranderingen kunnen aanbrengen aan de schaduw. U moet dit doen wanneer u op de eerste foto de schaduw aanbrengt, want eenmaal deze is aangebracht en gekopieerd is op de andere, kan er niet meer veranderd worden, tenzij dat u te werk gaat met de Ctrl-Z-toets om een aantal verrichtingen ongedaan te maken. Opgelet, wanneer u gezocht heeft naar een bepaald effect, bijvoorbeeld hier, drop shadow, door dit in te geven aan de zoekbalk, dan zal u zien dat een aantal effecten niet meer verschijnen. U kan dit oplossen door gewoon hier op de X te klikken, zodat de zoekfunctie verdwenen is en nu kan u opnieuw alle effecten zoeken die u wenst. Tweede opmerking, wanneer u hier geen effecten ziet verschijnen, dan komt dit omdat u bovenaan waarschijnlijk hierop geklikt heeft. Als u hier opnieuw op klikt op effects, dan zullen de effecten hier verschijnen, zowel de videotransities, audiotransities, titles, generators en zo verder.